Paragraaf 9.2 gaat over de economische wereldcrisis in de jaren 30 van de 20e eeuw en het kenmerkende aspect dat erbij hoort is eigenlijk heel logisch: de crisis van het wereldkapitalisme. Maar dat is toch wel even iets anders dan die titel van die paragraaf, want dat woordje kapitalisme maakt het anders. Er breekt in 1929 een grote economische crisis uit die zich eigenlijk over de hele westerse kapitalistische wereld verspreidt. De communistische Sovjet-Unie heeft er bijvoorbeeld geen last van. En dat maakt deze paragraaf niet alleen tot een economische paragraaf, omdat het om een economische crisis gaat, maar vooral ook om een politieke paragraaf. Want de vraag is hoe de overheid om moet gaan met zo'n grote crisis. Moet die overheid ingrijpen of niet? In principe gaat het kapitalisme uit van de vrije markteconomie, waarbij dus de overheid zich zo weinig mogelijk bemoeit met de economie. En de vraag is of dat ook werkt in tijden van crisis. Nou, het antwoord zullen we in dit filmpje krijgen. We gaan eerst eens even kijken naar de oorzaken van die crisis. En dan gaan we kijken naar hoe de overheid daarop reageerde. Waar kwam die crisis vandaan? Nou ja, die crisis die uh, begint op 24 oktober 1929. Black Thursday, of Zwarte Donderdag. Hier zie je de voorpagina van de krant van een dag later. Wall Street in panic as stock crash. Oftewel, de aandelenkoersen van Wall Street waren gigantisch gekelderd. En veel mensen hadden dat niet aanzien komen... Maar ze kregen er wel mee te maken, want die zwarte donderdag die vormde het begin van een wereldwijde economische crisis die de hele jaren 30 zou blijven duren. Het begint dus in Amerika, New York, op Wall Street, maar je ziet al aan de afbeelding rechts, daar zien we een Nederlandse man die ook zonder werk zit. Het wordt dus een wereldwijde crisis. En nogmaals, met wereldwijd wordt in dit geval de westerse kapitalistische wereld eh, bedoeld. Nou ja, waar, waar wordt die crisis door veroorzaakt? Wat zijn de oorzaken daarvan? Die oorzaken liggen op verschillende gebieden uiteraard. Zijn er economische oorzaken te vinden? De eerste daarvan is overproductie in de landbouw en in de industrie. De Amerikaanse landbouw en de Amerikaanse industrie produceerden veel meer producten dan waarnaar gevraagd werd. Dat was vooral in de landbouw het geval en voor een deel was dat het gevolg van de Eerste Wereldoorlog. Tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden de Amerikaanse boeren volop geprofiteerd van die oorlog. Want zij konden nu massaal voedsel exporteren naar Europa. De Europese landbouw kwam door die oorlog namelijk voor een groot deel stil te liggen. Maar ja, nadat die oorlog voorbij was, gingen de Europese boeren zelf weer produceren. En dat zorgde ervoor dat de Amerikaanse boeren nu ineens met overschotten bleven zitten. Ze deden dus een overproductie. Nou, dat kun je even opvangen, maar dat is eigenlijk niet goed voor een bedrijf natuurlijk. Want terwijl je inkomsten teruglopen, blijven je kosten wel gelijk. Een tweede economische oorzaak voor die crisis... Is die beurskracht die we net zagen, 24 oktober 1929? Dit zorgt ervoor dat die crisis maar voort blijft duren, omdat die aandelenkoersen, die beginnen op 24 oktober 1929 te dalen, maar die blijven nog een aantal jaar lang dalen. En ja, dat zorgt ervoor dat veel mensen hun vermogen kwijtraken. Oké, okay, dat zijn economische oorzaken. Er is ook een meer culturele oorzaak. Die crisis komt in 1929 aan het einde van de jaren 20 en ja die jaren 20 die staan in Amerika en ook in Europa voor een groot deel toch bekend als de Roaring Twenties. Een periode in de 20ste eeuw waarin het alleen maar beter leek te gaan. Er was heel veel optimisme over de toekomst, uh, mensen kregen steeds meer geld te besteden en er ontstond dan ook echt een consumptiemaatschappij en men had het gevoel dat de economie alleen maar zou blijven groeien en groeien. En dat zorgde ervoor dat veel mensen volgens het principe live now pay later gingen leven. Oftewel je leeft nu en uh, nou, dan ga ik gewoon nu lekker veel geld lenen en dan kan ik dan later wel terugbetalen. Sparen, daar werd niet naar gedaan. En dat kan ook, zolang het goed gaat met de economie. Maar als dan de economie slechter gaat en je hebt niet gespaard en je hebt alleen maar geld geleend, dan kom je dus in de schulden. En ook dat zorgt er dus voor dat die crisis, als die eenmaal uitbreekt, alleen maar erger wordt. Maar goed. Ergens moeten mensen dan dus geld kunnen lenen. En ergens moesten die Amerikaanse boeren toen hun bedrijven tijdens de Eerste Wereldoorlog uitbreiden ook al geld kunnen lenen. Waar doe je dat? Dat doe je bij de bank. En die banken die hadden veel te gemakkelijk geld uitgeleend. En er was niemand die toezicht hield op die banken. Dat had de politiek eigenlijk moeten doen. Die hadden moeten zeggen, hey banken je mag niet te veel lenen, want dadelijk uh, dan kan iemand het niet terugbetalen. En dan heb je zelf niet genoeg geld en dan gaat de bank failliet. En dat gebeurde dus niet in de politiek. De Amerikaanse politiek hield weinig toezicht op de banken. En dat kwam voort uit die overtuiging van het liberalisme dat er zo weinig mogelijk overheidsbemoeienis met de economie moest zijn. Nu kregen ze daardoor dus een beetje deksel op hun neus. Miljoenen mensen raken hun baan kwijt in de loop van de tijd en de vraag is hoe je daar als regering mee omgaat. We blijven in de Verenigde Staten en we gaan eens even kijken hoe de regering er daarop reageert. Toen de crisis uitbrak, was president Herbert Hoover net uh, een dik half jaar aan de macht. En uh, hij was een ouderwetse liberaal. Uh, en dat liberalisme, daar hebben we het in paragraaf 8.2 ook al over gehad. Ik heb het net ook al een aantal keer aangehaald: zo weinig mogelijk bemoeienis van de overheid met de economie. Uh, want dat verstoort de economie alleen maar, we moeten de vrije markt in gang laten gaan. En bovendien van de liberalen, we moeten mensen sowieso niet te veel helpen als overheid, want er worden mensen alleen maar lui en afhankelijk van, en mensen moeten vooral zelfstandig voor zichzelf op kunnen komen. Dus wat zei Hoover in dit geval? Nou ja, wij moeten dus als overheid nou niet ineens heel veel geld in het land gaan pompen. Dat hebben we nooit gedaan, en dat moeten we nu niet gaan veranderen, want die crisis die gaat vanzelf over. Wat betekende dat dus? Nou ja, dat uh, die overheid niet ingreep in de economie, en dat zij ook vasthielden aan de zogenaamde Gouden Standaard. De waarde van de verschillende munten, zoals bijvoorbeeld de Amerikaanse dollar, maar ook de Nederlandse gulden, waren gekoppeld aan de goudprijs. En dat was de Gouden Standaard. En dat zorgde ervoor dat iedere munt een vaste waarde had. Hoeveel zij dat is belangrijk, want daardoor is de economie goed geregeld en is het duidelijk en kan er overal ter wereld vrijhandel plaatsvinden, want we weten wat we aan elkaars munten hebben. Maar het gevolg daarvan is wel dat uh, die Amerikaanse dollar stiekem ineens heel erg duur wordt als het crisis begint te worden. Maar hij zegt dus, ik ga niet ingrijpen, ik ga vasthouden aan die gouden standaard. Zijn beleid, hoe overtuigd hij zelf ook was van de juistheid, werkt uiteindelijk niet. En de Amerikaanse werkloosheid en Amerikaanse armoede neemt alleen maar toe. En dat betekent dat als er gestemd moet worden voor een nieuwe president, dat men stemt voor Franklin Roosevelt. Een democrat die zegt ik ga de crisis aanpakken, want hij zegt oké okay, normaal gesproken gaat een crisis inderdaad vanzelf over, hoort een crisis bij het kapitalisme, maar deze crisis gaat niet vanzelf over. We moeten ons nu actief gaan bemoeien met de economie en wij moeten als overheid heel veel geld in de economie gaan pompen en dat plan noemde hij de New Deal. En dat was ook echt een hele nieuwe deal voor de Amerikanen. Want nog nooit had een overheid gezegd dat ze heel erg gingen ingrijpen in de economie. Sommige mensen beschuldigden Roosevelt zelfs van socialisme of communisme. En in de ogen van de Amerikanen is dat heel erg. Maar wat ging hij dan doen? Wat, wat behelste die nieuwe deal? Nou ja, dat betekende dat die boeren subsidies gingen geven, dat er iets, een stelsel van uitkeringen kwam. Maar vooral dat die zorgde dat mensen weer aan het werk gingen. Door ze bijvoorbeeld te werk te zetten in openbare werken. Het aanleggen van stuwdammen, elektriciteitsnetwerken of snel- of spoorwegen. Dat zorgde namelijk voor, dat Roosevelt, dat mensen weer geld hadden. En als ze geld hadden, dan konden ze dat geld weer uit gaan geven. En daardoor moesten er weer meer producten gemaakt worden. En daardoor kregen die fabrieken dus weer meer werk, konden ze weer meer mensen aan het werk zetten. Nou ja, en die mensen zouden dan ook weer geld verdienen. Die zouden ook weer producten gaan kopen, waardoor de fabrieken weer meer producten konden maken en weer meer mensen in dienst moesten nemen. En dat zou zichzelf versterken. Iemand moet dat proces weer op gang brengen. Als wij heel veel geld in de economie steken als overheid, dan zal uiteindelijk de economie weer gaan draaien. En dat was eigenlijk de achterliggende gedachte bij de New Deal. Maar dat was dus wel een uh, reactie van de overheid, die tot dan toe zeker in Amerika nooit had plaatsgevonden. En daarnaast zei Roosevelt ook nog: leuk allemaal die gouden standaard en dat het zorgt voor een gemakkelijke vrijhandel. Maar wij laten die gouden standaard nu los, want de dollar is te duur voor het buitenland. En als wij die gouden standaard loslaten, dan wordt de dollar goedkoper en worden Amerikaanse producten die in dollars worden afgerekend, ook goedkoper voor het buitenland. En dat bevordert onze export. Nee, en wat we hier zien in de Verenigde Staten, dat zag je in alle andere landen in Europa die te maken kregen met de crisis ook gebeuren. Op een bepaald moment zei de regering: oké, okay, nu moeten we dat uh, ouderwetse liberalisme even los gaan laten. En nu moeten we als regering toch in gaan grijpen in die economie. We doen het misschien niet graag, maar het is blijkbaar nodig om deze crisis het hoofd te bieden.